René, de hamvraag is natuurlijk van wie gaat er dit jaar Big Brother winnen? Dat vind ik heel moeilijk. Gisteren heb ik enkele beelden teruggekeken. Ik had in het huis niet zo'n klik met Nick. Maar ik vind hem op de reguliere uitzendingen vind ik hem eigenlijk heel rustig en normaal overkomen. En dat bedoel ik dus ook een beetje te zeggen met in het huis kan het heel anders zijn dan als je daar binnen zit. Want nu denk ik, Nick is misschien wel een hele reële kans hebben. Omdat hij gewoon heel rustig is in het doen van zijn spel. En ik heb al een paar keer in die uitzendingen ook geroepen. Ik denk dat Joey, de eerste bewoner dit jaar die naar binnen liep, ook misschien wel de grootste kans hebben gegeven. Hij is gewoon heel energiek en vrolijk van zichzelf. En ik denk dat mensen dat kunnen gebruiken in deze donkere dag. Maar Joey heeft een tweede verblijf in het huis, hè? De badkamer. Hoeveel uur per dag staat hij daar nu eigenlijk in? Ik denk, als we de ochtend een beetje gaan uitkijken, ik denk dat het misschien wel 2 uurtjes per dag zijn. Ik heb hem wel eens gezien, je hebt van die scherpe barbiermesjes. Daar kan hij haar voor haar zijn baard mee stijlen. En ik vind het heel mooi. Hij is ook een beetje de huiskapper. Ik had al een beetje de hoop dat er iemand zou zitten die in ieder geval een goede opscheer zou kunnen geven. En ik denk ook dat hem een beetje geliefd maakt. Hij knipt Thomas, hij knipt Nick. Hij geeft goede gesprekken. Ja, ik verwacht nog steeds dat hij in ieder geval misschien wel tot de finale zou komen en het zou kunnen winnen.